Felicitaties en waardering voor de inzet van zoveel vrijwilligers en een groot taart kwam wethouder Van Mierlo overbrengen namens de gemeente Almelo. Stichting De Club Twente won de veerkrachtbokaal van FNO. En ze wonnen dat met het seniorenprogramma Game 8 Match. Het is een maandelijks uitje voor senioren, vitaal en minder vitaal. Deze mensen worden opgehaald van huis. Mensen vanaf het platteland, die komen naar Almelo toe. Die worden opgehaald door vrijwillige chauffeurs. En vervolgens komen ze hier een uurtje gamen. Actief gamen voor grote video's. Ook juist voor mensen met dementie is het een hele mooie gelegenheid om nog een activiteit te doen zoals deze. Je kunt actief gamen. Als je daar je mantelzorger bij meeneemt, dan is het een helemaal een vertrouwde situatie. En wij hebben gemerkt in onze groepen, twee stellen, dat dat heel goed gaat. En we zijn ook voornemens om een project te gaan opstarten voor mensen met dementie en een mantelzorger. De club heeft een fantastische prijs gewonnen, de landelijke veerkrachtbokaal. En dat vind ik zo'n mooi initiatief. Het is heel veel vrijwilligers, vrijwillige coaches, koks, begeleiders, maar ook de deelnemers zelf. Die hebben een prachtig project opgezet, het Game, Eat and Match project. En daardoor komen mensen weer in beweging, ze komen weer onder de mensen. En dat heeft uiteindelijk een landelijke prijs gewonnen. En daar heeft de gemeente eigenlijk niks mee van doen gehad. En dat is precies de reden waarom ik hier ben. Omdat dit een initiatief is vanuit de samenleving zelf, vanuit de mensen zelf. Met heel veel passie en creativiteit. En dat vond ik een blijk van waardering waard. En daarom heb ik hier een taart gebracht vanmorgen. Ja.